Het evenement Neem je aandeel in de nieuwe economie is super belangrijk, want daarmee activeren wij onze partners verder, maar vooral ook door als partners samen te werken. Ik ben super trots op meer dan 1000 aanwezigen vandaag. We hebben iedereen uitgenodigd om met de trein te komen. De NS, onze hoofdsponsor, heeft eerste klas treinkaarten aangeboden. Fantastisch. Voor één dag verandert dit traditionele middelpunt, onze beurs, in het grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar. We hebben vandaag Next gepresenteerd, de nieuwe economie-index. 12,1% van onze huidige economie wordt op een nieuwe manier ingevuld. Klimaatneutraal, circulair, inclusief met transparante handelsketens. Dit evenement maakt het mogelijk dat ondernemers elkaar ontmoeten. En wij geloven heel erg in samenwerking en dat ondernemers met elkaar die nieuwe economie kunnen versnellen. Cross-sectorale matchmaking, dat u daar even aan werkt vandaag? Ja. Ja, want de een heeft een uitdaging, maar de ander heeft een oplossing. Dus die ondernemers brengen we bij elkaar. Dat kun je niet in je eentje. He, alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dus zo'n evenement zorgt voor ontmoetingen, mensen horen elkaar en kunnen met elkaar verder samenwerken. Wat voor ons heel belangrijk is vandaag, is naast dat het een hele leuke dag is, echt een feestje, toch ook de exposure van ons ontwerp. Maar daarnaast ook de contacten die we kunnen leggen. Nou, duurzaamheid doe je niet alleen, dat doe je samen. En zo is het heel fantastisch dat NVO evenementen als dit organiseert, waar alle ondernemers samenkomen, waar je elkaar kan inspireren. Je doet ideeën op, inspiratie en een motivatie. Dat er gewoon veel meer mensen zijn zoals jij die de wereld echt willen veranderen. We willen natuurlijk jaarlijks die NEX op een hoger cijfer hebben, de nieuwe economie-index. Dus wat we komend jaar gaan doen, is sturen op die 7 thema's en laten zien waar de verschillen gemaakt kunnen worden. Dus heel concreet handvatten bieden aan bedrijven. En bedrijven die daar al heel goed in zijn, laten shinen, in de schijnwerpers zetten en hun verhaal te laten delen.